hier zien we prinses Leia. En dit poppetje ziet er in tegenstelling tot de andere Disney Infinity vrouwen die ik tot nu toe ben tegengekomen, veel meer uit als een Disney Infinity poppetje. Ze past veel beter bij de stijl. Ze heeft een leuke outfit aan, ze heeft een hele goede stoere pose. Ze heeft haar duidelijke kapsel waar je er goed aan kan herkennen. Het is een mooi wit pak. Het gezicht ziet er ook netjes afgewerkt uit. Het is duidelijk te herkennen dat dit Leia is. Zij heeft een blaster in haar handen. En het is gewoon ook weer een leuk Disney Infinity poppetje. Dit poppetje kwam met de playset mee van Disney Infinity 3.0, de Special Edition. Daarom heb ik in dit filmpje apart niet de doos laten zien. We gaan wel kijken hoe ze er in de playset uitziet. En wat er allemaal met haar gedaan kan worden. En als we nu nog heel even kijken naar de blaster en naar de riem, dan kunnen we kijken of we dat zometeen ook terugzien in de playset. Ik denk van wel. En hier zien we prinses Leia. Alle details zijn ook bij haar aanwezig. De blaster, de grappige haar. En we gaan ook even met haar in het spel spelen om te kijken hoe zij zich gedraagt. En daar zijn de stormtroopers al. Prinses Leia is vooral van het hand-in-hand gevecht en haar blaster. Ze kan niet zoveel als Luke Skywalker, maar ze is wel sterk en ze kan haar mannetje goed staan. Ze ziet er leuk uit, ze heeft grappige bewegingen en ze speelt makkelijk. Vond je dit filmpje leuk en wil je op de hoogte gehouden worden wanneer ik weer een nieuw filmpje online plaats? Abonneer je dan op mijn kanaal en je krijgt automatisch een berichtje wanneer er weer een nieuw filmpje staat. Tot de volgende keer.